dagboek. Dit is Anouk. Ze schrijft in haar dagboek over alle dingen die ze meemaakt. Lief dagboek. Vandaag was het toch een rare dag. Ik ben verdrietig geweest, boos en uiteindelijk blij. Maar ik was je wel bijna kwijt. Het begon allemaal bij de gymles op school. Hé, laat mij eens lezen. Nee, nee. Even later, in de gymles, ontstaat de ruzie. Hey Mietje, bang voor de bal? Ha, wie zit? Laat me met rust. Ga weg! Wie zit? Laat me met rust, ga weg. Nerdie. Hé, niet normaal. Hou op met dat pesten. Nee, niet voor jou. Kappen! Als je wil gaan kappen, ga je toch naar het bos? Waarom denk je dat pesten cool is? Het is helemaal niet chill. Want je denkt dat hij stoer is. Wat is hier aan de hand? Ga gewoon voetballen, ga gewoon meedoen. Ik krijg hem. Hier is wat. Na de gymles komt Anouk erachter dat haar dagboek niet meer in haar tas is. Ze vindt wel een gek briefje. Dit lijkt wel een raadsel. Het is net een teken, het lijkt net Chinees. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik ook niet, het is raar. Hé, maar dit is geen Chinees. Ik denk wel dat ik dit begrijp. Geef eens. Je dagboek heb ik te pakken. Als je hem terug wil, moet je op tijd zijn, anders verklap ik alle geheimen aan iedereen. Je vijand. Maar waar moeten we langs? Ik snap echt helemaal niet. Oh, hier zie je zo'n schoolplein. Ik denk dat het hier op school is. En hier is de klok van 5:55. Dus dan moeten we 5:55 staan, 5 op het schoolplein zijn. Moet opschieten. Yes. Buiten is Noah hardop aan het voorlezen uit het dagboek. Hey jongens, ik heb het dagboek van Anouk. Willen jullie weten wat erin staat? Ja! Lief dagboek. Ik slaap nog met knuffels. Ze heette Liefje. Dombo de olifant. Geef dat dagboek aan haar terug. Moet hij hem teruggeven of niet? Ja! Ja! Moet je nog iets zeggen? Sorry. Dankzij Jaden had Anouk haar dagboek weer terug. Ze was heel blij. En toen had ik je dus gelukkig weer terug. Ik vond het heel dapper wat Jaden had gedaan. En ik was heel blij. Want iedereen heeft recht op privacy.